Goedenavond, beste mensen. Kan iedereen mij horen? Kunnen jullie iets in de chat Zeker. achterlaten? Goedenavond, Brecht. Hey, dag Peter. Hey. Dag Tim. Ik hoor je niet, Tim. Nu wel. Hey, Brecht, geen avond. Nu wel. Zo'n professionele installatie en die werkt niet. Ja, demping stond nog op. We gaan stipt binnen 2 minuten van start, mensen. We zijn ondertussen met een stuk of, ik zie nu 260 mensen in de chat. Ik ga eventjes kijken om mijn scherm te delen. Zodanig dat jullie iets anders zien dan mijn prachtige hoofd. Eventjes kijken. Ja. Oké, normaal zien jullie nu. Mijn scherm? Yes. Oké. Dan gaan we geen tijd verliezen en van start gaan. We hebben heel wat te bespreken. We hebben 3 sprekers vandaag. Mezelf. Daarna komt Manuela van der Knaap aan de beurt. En daarna Tim Broekmans. En elk gaan we ons licht werpen op een thema dat te maken heeft met een gevoel waarmee ik al lang rondloop. En dat is dat de crash van de aandelenmarkten niet lang, en van het hele financieel systeem eigenlijk niet lang meer op zich zal laten wachten. En we gaan dat doen in 3 blokjes van een kwartier. Dus het wordt een korte en krachtige presentatie. En na elk blokje zal onze chef finance, Peter Tros, voor wie hem nog niet kent, de zaak overnemen en 3 vragen voorleggen aan de sprekers die ingestuurd zijn op voorhand. En dan is er nog ruimte voor een vraag of 2 vanuit de chat. Ik laat het over aan Peter en het team om die te selecteren. Maar Peter, wees alsjeblieft onverbiddelijk in zaken de tijd. Ja, gaan we doen. Om 9:30 uur, dat is onze bedoeling steeds met deze webinars, een kort en krachtige impressie. En dan kan iedereen daarmee doen wat hij wil. Dus ik ga van mijn tijd, die ik nu gebruik voor de introductie, ga ik niet meer gebruiken en ik ga van start. Als dat goed is, Peter. Ja, ik zou wel zeggen, heb je Manuela al online kunnen vinden? Ik ga dat nog, ja, je hebt er gelijk in. Ik ga nog eventjes haar bij de les proberen te brengen. Want er lijkt een probleem te zijn met haar aanmelding, zodanig dat die zaken vlot verlopen. Eén moment. Ik ga even naar... ja, ik ga even mijn schermdelen stoppen. Eén moment. Deelnemers Manuela, of zij daar al... Ja, ik zie haar hier staan. Ik promoveer haar tot panellid. En dan zou zij normaal gezien ook kunnen erbij komen. Stellen we haar ook nog eventjes voor. Manuela, van het moment dat je kunt, zet je video en je audio aan. Vragen om video te starten. Ja. Hi. Jouw audio staat uit. Ja, nog steeds niet. Ja, daar komt hij. Daar is hij. Ja, ben je er. Het duurde even voordat hij laadde, dus sorry. Ja, je had de inleiding gehoord, neem ik aan. Je was er net bij. Ja, ik heb wel geluisterd al. Ja. Goed, ja, oké. Daar steek ik van mijn walletje en dan is het na een half uurtje aan jou. Meerdere panelleden kunnen scherm delen. Voilà. Ik deel het opnieuw. Waar staat mijn presentatie? Hier. Ja, Tim is daar natuurlijk veel beter in zijn webinars. Ik ben een oude knar aan het worden. Maar voilà, we gaan toch van start. Dus, mijn kort stuk, 15 minuten, gaat over beleggen vanuit yin-kwaliteiten. En ja, de gemiddelde financiële expert zal zeggen, what the bloody hell is dat? Het gaat over het verschil tussen reden en intuïtie. Wij kunnen vanuit onze reden denken. Dat is eigenlijk een zeer mannelijke manier van denken. Macro-economische modellen opmaken. Dure theorieën maken. En daarmee dan voorspellingen gaan doen. Of we kunnen redeneren vanuit een meer vrouwelijke intuïtie, zou je kunnen zeggen. Waarbij de dingen niet zo helder zijn. Vanuit een yang-perspectief dan, vanuit een mannelijk perspectief. Maar meer invoelend.
een intuïtief, relevant levensaanvoelen. Zo heb ik het voor mezelf gedefinieerd. Misschien dat dat vanuit een yin-oogpunt te strak is, maar dan is dat maar zo. Dus yin en yang zijn ja, kosmische principes eigenlijk op basis waarvan je de hele werkelijkheid kunt analyseren. En als ik dat dan doe bij mezelf voor de markten, ja, ik ben hoog opgeleid en daardoor ook hoog afgeleid, waarbij je soms de realiteit zo hard interpreteert dat je het gevoel kwijtgeraakt. En ik heb dus in de laatste 2, 3 maanden heb ik geprobeerd om meer naar mijn gevoel te gaan en alles los te laten wat ik denk te weten over de markten. En als ik dat doe, dan zijn de gevoelens die ik heb staan daar aan de linkerkant. Ja, dit kan nu toch echt niet lang meer duren. Waarbij de yang-kant zou kunnen zeggen, ja, dat zeg ik al 10 jaar, maar het blijft duren. En dan zegt mijn yin-kant, nee, ik voel echt dat het niet lang meer kan duren. Alles zegt in mij dat het aan het kantelen is. En dan heb ik al gesprekken gehad met andere mannen die misschien minder met die spirituele mumbo-jumbo bezig zijn. Dat verwijt krijg ik soms, dat ik een halve goeroe aan het worden ben. Kan me niet interesseren. Alles in mij zegt dat er inderdaad iets aan het kantelen is. En ik voel dat deze cyclus van extreme expansie, extreem geld bijdrukken, dat die gewoon ten einde loopt. Dus, wat doe je daarmee dan eigenlijk als belegger? Hè? Dat is misschien de eerste vraag. Kan dit gesubstantieerd worden, dat gevoel? Hè? En dat is een yang reactie van ja, oké, dat is jouw gevoel, maar kun je dat ook invullen? Kun je daar data bij brengen? En daarmee ben ik zelf al een heel eind bezig. En ik ben bijvoorbeeld in 2015 ben ik Martin Armstrong op het spoor gekomen. Jullie kennen die misschien wel. En die heeft zijn Economic Confidence Model, waarbij hij op een heel mathematische wijze door gebruik te maken van een algoritme, en noemt dat de secret sauce, een algoritme dat hij verbergt ook, ja, dat is dan zijn unique selling proposition zeker, een model gemaakt heeft, een voorspellend model, Socrates, een algoritme, en ja, hij gaat er prat op dat hij daarmee de markten kan voorspellen. Wel kijk, ik heb €2.500 betaald in 2015 om zijn World Economic Meeting bij te wonen in Berlijn, plus reiskosten en hotelkosten en weet ik allemaal. En ik ben nog verwarder teruggekomen dan ik daar naartoe gegaan was. Want ja, uiteindelijk, het is helemaal gericht op data. En het is nog steeds een heel jonge aanpak. Hè? Dus de data says. Ja, but what validates the data? Waarom vind jij dat iets een bepaald gegeven is en een ander feit bijvoorbeeld niet? Dus dit is in de juiste richting, maar wil je helemaal on the wild side gaan, wil je helemaal yin gaan, ja, dan moet je eigenlijk je reden laten varen. Of tenminste jouw rationaliteit, of jouw verknipte rationaliteit, wat wij in het Westen heel sterk in ons geprogrammeerd hebben gekregen, die moet je laten varen. Maar ja, waar beland je dan? Kijk, dan beland je bij mensen zoals Isaac Newton, die wordt gecast als een sterrenkundige. Maar wat heel weinig mensen schijnen te weten, is dat die naast sterrenkundige, naast astronoom, ook astroloog was. Astronoom is yang, dat is analyseren van mathematische patronen. Astroloog is meer interpretatief, is weer de yin-kant. En wat zegt hij over patronen die je zou kunnen terugvinden? Dat wanneer je probeert te voorspellen, dat je eigenlijk nog niet genoeg yin bent, dat je eigenlijk nog niet genoeg je overgeeft aan het niet weten. En heeft daar een heel duidelijke uitspraak over als het gaat over profetieën en mensen, zoals Martin Armstrong, die de zaak probeert te voorspellen. Hij zegt, de dwaasheid van de uitleggers, hij bedoelt daarmee de exegeten, de uitleggers van de Bijbel, is geweest dat zij tijden en dingen door deze profetie wilden voorspellen, alsof God van plan was hen tot profeten te maken. Door deze roekeloosheid hebben zij zichzelf niet alleen ten schande gemaakt, maar ook de profetie in discrediet gebracht. Gods bedoeling was heel anders. Hij gaf deze profetieën, en daarmee verwijst hij naar het boek van Daniel, van het Oude Testament, niet om de nieuwsgierigheid van de mensen te bevredigen, door hen in staat te stellen dingen van tevoren te weten, maar opdat zij, nadat die profetieën vervuld waren, door de gebeurtenis geïnterpreteerd zouden worden. Dus door de gebeurtenis geïnterpreteerd zou worden en zijn eigen voorzienigheid en niet die van de uitleggers daardoor aan de wereld getoond zou worden.
Dus het is eigenlijk een omkering van het denken. Probeer niet te voorspellen, ga in vertrouwen. En als je dat doet, dan ga je dingen ontdekken die jou kunnen helpen in jouw niet weten. Dus het is eigenlijk een totale shift. Dat laatste stukje was niet zo substantieel. En als je dan The Book of Daniel gaat bestuderen, ik heb dat zelf ook gedaan, als je dat Yang gaat bekijken, dan zeg je, ja, kijk, dit is gewoon een collectie van mythen en sagen, veel vage allegorieën en beelden waar je van alles in kunt zien, en een beetje numerologische hocus-pocus, ja, wat zijn we daarmee? Als je dat bekijkt vanuit een Yin-standpunt, ja, dan zit daar heel veel in. En de man die dat gekunnen heeft, in mijn ogen, is John Needham. En John Needham is ondertussen in de 80, maar heeft wel de bodem in aardgas kunnen voorspellen, zonder het te willen voorspellen. Hij doet aan bodemvissen. Hij is goed in bodems voorspellen en ook in toppen voorspellen. En hij gebruikt daarbij een verwijzing uit de Book of Daniel, time times and a half time. Ik ga dit niet nu uitleggen. Ik ga dit uitleggen op de Safe Capital Lente Meeting op 20 april. Maar wat hij wel zegt, is dat als je die tijdsreeks neemt en je legt ze over wat al geweest is, en je durft dan inderdaad de extrapolatie maken naar de toekomst, dan zei hij in maart dat hij, dit is de Dow Jones Industrial Average op maandgrafiek, dus elk baartje is een maand, die gaat nu berserk, die is uitgebroken. Dit is een blow-off top, zoals men dat heet. En hij zegt, op de aandelen hebben we een cyclus. En hij gelooft dat cycli, dat tijd, het enige is wat van belang is. Prijs is niet van belang, tijd is van belang. Hij zegt zelfs dat tijd prijs is vanuit goddelijk perspectief. En dat vergt heel veel uitleg wat ik nu niet kan doen, want ik zie Peter al kijken, ja Brecht, je schurkt aan tegen je tijd. Hij zegt dat er een top zit aan te komen op 4 augustus. En ik heb dat laten walsen in mijn zijn. Ik voelde, ja, dit is iets wat bij mij resoneert. Dat is ongeveer de tijd die ik ook voel. Ik voel dat in het najaar iets gaat gebeuren. Die aanwijzing trouwens is probabilistisch. Dat is geen zekerheid. Maar naarmate de cyclus zich oplaadt, er zijn 4 lagen van cycli, wordt die probabiliteit hoger. Natuurlijk steeds binnen een kader van radicale onzekerheid. Dus ja, 100% probabiliteit en 0% probabiliteit is zekerheid. Dus we zitten daar ergens tussen. Je weet het nooit. Je moet je overgeven aan het niet weten. Maar gegeven alle integraties die man gedaan heeft, komt hij daarop uit. Tegen de lente-meeting, die exact binnen een maand zal plaatsvinden, zal die bevestiging nog sterker zijn. En ik heb het grote geluk, noem het Providence, dat ik een van zijn beste leerlingen heb mogen ontmoeten. John Needham heb ik zelf niet ontmoet. Maar wij hebben een hele middag gesproken over wat wij voelen en wat wij kunnen substantiëren. En zijn overtuiging van diens leerling, die ik niet kan zeggen wie het is, maar ik ben nu zelf in de leer bij hem, is dat hij tegen de lente-meeting met 85% zekerheid zal kunnen zeggen of die top van 4 augustus effectief een top wordt. En als dat zo is, dan stelt zich de vraag, wat komt daarna? Want een top is niet gelijk aan een crash. En om dat te illustreren, verwijs ik graag naar de Looney Tunes tekenfilm, waarbij de Roadrunner, je kent die wel, meep meep, achterna gezeten wordt door de coyote, maar de Roadrunner is eigenlijk altijd de coyote te slim af. En er zijn heel veel scènes met een ravijn, waarbij de coyote in het ravijn loopt door een list van de Roadrunner. En wat daar heel speciaal bij is, is dat die coyote in de lucht blijft hangen en nog zelfs gesprekken voert met de Roadrunner. En dat lukt, zolang hij niet beseft dat er geen grond meer onder zijn voeten is. En dat is een metafoor voor de markten. We zitten nu met de Magnificent Seven. Als je het goed ingaat, 7 aandelen vertegenwoordigen 1/6 van alle geld, van alle kapitaal ter wereld in aandelen. Dus 1/6 van alle geld ter wereld dat in aandelen zit, zit in deze 7 aandelen. Nvidia alleen is meer waard dan alle aandelen op de Chinese beurs samen. Dus als u mij vraagt, gaat dit nog lang duren?
Ja, ik vraag me soms af, als men nu nog Nvidia koopt, wat verwacht men dan? Dat Nvidia naar 100.000 zal gaan of zo? We zitten nu echt in de irrationele blow-off top, dat is wat ik voel. En het moment dat die coyote beseft dat er inderdaad geen grond meer onder de voeten is, dan zie ik een heel grote ommeslag gebeuren. En daarvoor heb ik Manuele van der Knaap uitgenodigd om daar ook astrologisch duiding bij te geven. Want van september tot november gebeurt iets wat dit idee kan ondersteunen. Ik ga nog één ding zeggen en dan sluit ik af en dan kan Peter met de vragen komen. Wie wil komen naar de Safe Capital Lente Meeting? Fysieke plaatsen, ik denk dat er nog een beetje zijn. Maar wie gewoon wil kennismaken met al deze perspectieven en nog veel meer en ook concrete investeringstips wil, die kan heel gemakkelijk de livestream volgen. Jullie krijgen vrijdag een mail met deze video in. En als jullie op die link klikken en jullie gebruiken de code inzicht, dan kunnen jullie de hele dag volgen, wat zijn 8 lezingen, voor €129 in plaats van €169. Dat is gewoon nog eventjes wat ik vermeld. En voilà, als er bij mij niets meer is, nee, er is bij mij niets meer, dan ga ik nu het woord geven aan Peter om de vragenronde over dit stukje te organiseren. 15 minuten, Peter. Ben ik bij mijn tijd? Ja, je bent op tijd bereid. Hey. Yes. Volgens mij de eerste keer. Ja. Maar voor alles moet een eerste keer zijn. En nou ja, we hebben dus, zoals Brecht al zei, van tevoren hebben jullie vragen in kunnen dienen. En ik heb daar de drie meest prangende vragen van geselecteerd. En als er dan nog tijd is, zouden we via de chat nog één of twee vragen kunnen doen. Dat is Correct. Dus nou ja, jij denkt dat een crash aankomt, dan is natuurlijk een hele belangrijke vraag: wat kunnen we doen om ons voor te bereiden op die crash en ja, op de maatschappelijk lange termijn uitdagingen die er dan ook aan zullen komen? ja, ten eerste, ik denk niet dat er een crash komt. Dat was mijn hele punt met mijn presentatie. Ik Ja. voel dat er komt. En dat is krachtiger. Je kunt van alles denken, maar denken is geloven. En ja, ik denk dat het gaat regenen, ik geloof dat het gaat regenen, dat is hetzelfde. Maar ik voel aan alles in mijn wezen dat we naar een hoogtepunt lopen. En het denken gebruik je eigenlijk enkel voor instrumentele dingen. Dus wat gaan we dan doen om onszelf te beschermen? En de strategie bij Safe Capital en vroeger bij Macrotons is steeds dezelfde geweest en verandert niet. Als het puur gaat over financiële activa, ten eerste is een negatieve aanbeveling: bouw uw schulden af. Dat is, ja, we hebben een investeringspyramide met aan de basis goud, maar die piramide kun je slechts bouwen op stevige ondergrond. Bouw dat niet op het drijfzand van het spelletje van geld lenen en daarmee gaan investeren. Dat is de eerste raadgeving. Tweede raadgeving: edelmetalen zijn gewoon de basis. Who owns the gold makes the rules. Volg gewoon wat de centrale bankiers zelf doen. En wat zij zelf doen, is massaal goud inslaan. Dus als je doet wat de elite doet, ja, dan kun je moeilijk fout zitten. Ik zeg daarbij wel van de eerste keer, ook goud zal zakken. In 2008 hebben we gezien bij de crash, dat was toen Pluto in steenbok ging, Manuela zal daarover vertellen, hebben we gezien dat goud 25% gezakt is. Dus de belangrijkste voorbereiding is eigenlijk de spirituele voorbereiding. In die zin, de vraag is niet of je geld zult verliezen. De vraag is hoeveel geld je zal verliezen. En de truc is, als jij er minder verliest dan al de rest, dan ben je nominaal wel rijker. En wat wij nu gaan zien, is een spel tussen nominaal en reëel dat heel vaag gaat worden. En als je voor jezelf geen heldere blik hebt op wat nu staat te gebeuren, dan ga je gewoon in de verkeerde dingen investeren. Ik maak één uitzondering daarop, dus goud en zilver. Goud als spaargeld, zilver als wisselgeld. Natuurlijk ons hele preppendossier. Ik denk dat onze 1200 abonnees tot op de tanden geprept zijn ondertussen. Maar er is nog één uitzondering en dat is Bitcoin. En daarvoor heb ik Tim erbij gehaald, omdat ik geloof dat de winst namens die de Jeff Bezos'en van deze wereld hebben gedaan en alle grote kerels die natuurlijk ook de astrologie volgen, vergis u niet,
dat dat naar Bitcoin is gegaan en nog verder zal gaan, waardoor ik denk dat Bitcoin in de crash gaat stijgen. En dus ik heb mijn mening, ik was gematigd positief steeds over Bitcoin, nu ben ik voluit positief over Bitcoin, maar dat is dan het deel voor Tim om aan te raken. Maar dus kort gezegd, schulden afbouwen, edelmetalen, preppen, spirituele voorbereiding en Bitcoin, die vijf. Dat is mijn antwoord. Oké, okay. Duidelijk. En, ik denk dat het laatste dan zeker heel belangrijk is. En dat sluit ook wel aan op de volgende vraag. En dat snap ik ook wel. Een vraag die zegt, ja, we zijn al jaren aan het voorbereiden en vechten. Hè. Dit is mentaal zwaar en uitputtend. En hoe maken we nou die stap naar vertrouwen? En hoe kunnen we lichtvoetigheid integreren? Ja, dat is een heel belangrijke vraag. Ik denk dat dit is wat Safe Capital onderscheidt van andere beleggingsbladen. Dat we ook gewoon erkennen dat we mensen zijn. Dat het geïntegreerd is, ons financieel beleid, in ja, de menselijkheid van soms niet te kunnen omgaan met het niet weten. We zien van alles gebeuren in de wereld. Oorlog, de COVID-gekte, you name it. Het is een heel onrustige tijd. Dus hoe bekom je dan die rust in jezelf? Hè? Als ik die vraag parafraseer, dan is dat eigenlijk het antwoord. Wel, ik heb daar zelf nogal wat zielenwerk in moeten verrichten in de laatste tijd. Onder meer door de gebeurtenissen met Jannik en een aantal persoonlijke gebeurtenissen ook. En wat ik heb geleerd in deze korte tijd is dat wanneer je zit met negatieve emoties, dat wij die, laten we zeggen, vanuit een yang perspectief, dualistisch perspectief, snel wegduwen. We houden niet van pijn, we houden niet van onzekerheid, we houden niet van al die negatieve emoties. Maar als je erin slaagt om daarin te blijven zitten, dat te laten walsen, te zijn met de pijn, laat ons zeggen, een yin-principe, iets wat vrouwen in aanleg veel beter kunnen, dan ga je merken dat dit eigenlijk poorten zijn naar een diepere bewustzijnslaag. En dat uiteindelijk alle negatieve gevoelens neerkomen op afwijzing. Het gevoel van afwijzing door het leven. Van ja, het leven behandelt mij niet goed. Waar moet het met mij gebeuren? Dit, dat, dit, dat. En als je dat, daar nog eens onder gaat, dan kom je uit bij de laag van zelfafwijzing. En als je begrijpt dat wat je zoekt buiten jezelf, bijvoorbeeld zekerheid, financiële zekerheid, je eigenlijk al binnen jezelf hebt, maar gewoon jezelf niet graag genoeg ziet om dat te geloven, dan verandert je hele perspectief. En dan zie je deze tijd niet langer als een problematische tijd, maar als een tijd vol kansen om te groeien. En ik zeg soms tegen mijn abonnees, en het is zeker geen verontschuldiging voor de matige prestaties van onze portfolio de laatste tijd, dat financieel verlies spirituele winst is. Wat had jij gehoopt te kunnen bereiken buiten jezelf door je geld op die manier te beleggen? Wat ben je niet aan het doen op dit moment waardoor geld naar jou toestroomt? Want ik ben geen financieel guru. Ik zeg gewoon wat ik doe met mijn geld en ik kan ook fouten maken. Dus ik heb daar trouwens een literatuurtip over en dan ga ik dat antwoord daarbij afsluiten. Ik heb de laatste tijd dit boek gelezen. Kom het erdoor? Wacht hoor. Het kan. Ik ga eventjes mijn... ik moet het niet tonen, ik kan het zeggen. Een boek van Jan Geurts. Misschien kennen jullie die auteur wel. En het heet Verslaafd aan Liefde. En het lijkt op het eerste zicht een boek over relaties of zo. En dat is het ook voor een stuk, maar het heeft vooral te maken met dat gevoel van onrust dat je kan ervaren door onvoldoende te beseffen dat alles eigenlijk in je zit. En ik kan het aan iedereen aanraden. Het is een boek dat je heel rustig zal maken. Je zal eerst wel wat rouwgevoelens hebben bij je zelfconceptie van dit moment. Maar eens je in die rust komt, dan sta je er veel beter in. En dan ga je ook zien wat er gebeurt in de wereld, dat het niet anders kan. Hè, dat alles noodzakelijk is. En daarvoor heb ik Manuela uitgenodigd om vanuit dat perspectief toch ook wat duiding te geven. Dus ja, ik weet dat dit geen pasklaar antwoord is en iedereen moet daar zijn eigen weg in zoeken. Maar dat is wel de visie van waaruit ik werk, leef en onderneem. Het kan ook geen kant-en-klaar antwoord zijn natuurlijk. Hè? Dus iedereen moet zelf aan de slag. Maar... goed boek, ik ken het. En het was even lastig in het begin, maar dat... Peter, het is... jij bent het.
Jij bent het. En ere wie ere toekomt, die mij dat boek aangeraden heeft. Dat herinner je misschien zelfs niet. Dus bij deze goed boek. Ja. Terug naar het financiële. Het monetaire systeem, dat lijkt wel op zijn laatste benen te lopen. Schulden die alleen maar hoger wordt. Hoe kijk jij aan tegen het monetaire systeem nu en hoe gaat dit verder? Ja, ik denk dat dat eigenlijk al een beetje beantwoord is in mijn presentatie. Ik denk dat het niet lang meer duurt voordat het hele kaartenhuisje in elkaar zakt. Toen ik wakker werd in 2008 na de vorige crash, dacht ik, ja, dit zijn ze aan het oplappen. Dit kan nog 2, 3, misschien 5 jaar mee. Ja, ondertussen zijn we 2024 en het gaat nog steeds mee. Dus je zou dan het geval kunnen hebben van The Boy Who Cried Wolf. Ik zeg al jaren dat er een crash komt en op de duur gelooft niemand nog Brecht Tarnaert, omdat hij het al jaren zegt. En dan ben je al jaren fout. En net wanneer je zwijgt, wanneer je er dan niet meer over spreekt, dan gebeurt het. Dus dat is the irony of life. Maar ik heb die beweringen steeds gedaan vanuit macro-economische Young-analyse. En nu doe ik die bewering vanuit een aanvoelen, vanuit een intuïtief aanvoelen dat dit, ja, dat dit gewoon, dat het tij ten einde is gekomen. En dat het water spuit op het strand. En het kan daar nog eventjes bruisen. En dat is leuk. Maar dan trekt het zich terug. En als het water zich terugtrekt, Peter, dan weet jij ook. Dan pas zie je wie er zonder zwembroek aan het zwemmen was. Zeker. En dat is deel 1 van de vraag. En die heb je natuurlijk al beantwoord. Maar deel 2 is, ja, hoe gaat het verder? En dan? Heb je daar ideeën over? Ja, heel helder idee en daarvoor heb ik Manuela uitgenodigd. Na de crash komt er zo'n, of tijdens de crash al, komt er zo'n ongelooflijke chaos. Namelijk die chaos die men wil, waardoor de steenbokenergie, dus dat is de energie van macht en instituties en structuren, en ik wil het gras niet voor jouw voeten wegmaaien, Manuela, dus ik ga er niet te veel over zeggen, nog eventjes terugkomt en nog eventjes probeert om de oude energie, de oude zienswijzen, de oude werkwijzen op te leggen. En dat zal van september tot november zijn, normaal gezien. Maar ondertussen zijn mensen te veel in hun intuïtie gegaan, te veel in die waterman-energie, die een energie is van vrijheid en creativiteit. Mensen gaan het niet meer pikken, gewoon. En dan komt er iets heel nieuws, wat wij nog niet kunnen voorzien. En ik weet niet of dat bitcoins dan zijn, want ik denk persoonlijk dat bitcoin eigenlijk gewoon een CIA-NSA-projectje is. Maar goed, als je daarmee je financiële zaken kunt veiligstellen in het oude systeem, want dat zou dan eigenlijk het oude systeem zijn dat zich nog even doorzet, ironisch genoeg. En ik ben benieuwd te horen wat Tim daarover zegt. Maar je kunt ook helemaal anders gaan denken en zeggen, ja, hebben we eigenlijk al dat geld nodig? Kunnen wij niet gewoon naar de basis terug en zorgen dat wij gezonde voeding verbouwen in onze eigen tuintjes en dan de economie heropbouwen volgens integratieve, holistische principes? En daar begin ik meer en meer voor te voelen. Dus als wij met de Safe Capital Community, met 1200 mensen, ons geld kunnen minder laten afwaarderen dan al de rest, dan kunnen we misschien heel die massa kapitaal ompoelen naar holistische recepten. Dat is een beetje wat ik aanvoel over de toekomst. Mooi. Dan hebben we nog tijd voor 1 of 2 vragen vanuit de chat. Ja, we hebben nog 4 minuten. Erwin die schrijft: Martin Armstrong, die ik ook hoog heb zitten, voorspelt de echte crash in 2032 en niet nu al in 2024. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik geloof hem niet meer. Ik heb video's bekeken van hem van 15 jaar geleden. En als je gewoon je ogen dicht doet en je vraagt je af wanneer zegt hij dat nu, dan is het zo vaag dat hij die video eigenlijk vandaag had kunnen publiceren. En hij blijft dansen rond data. Maar ik weet vanuit de Oostenrijkse school dat data bestaan niet. Dat is het hele punt. Wat jij beschouwt als een gegeven, hoeft dat daarom niet te zijn voor een ander. En dus zijn subjectieve visie op de realiteit heeft zijn rechten. Maar als je daar begint objectivistische claims van uit te maken, van het zal in 2032 zijn, of 2032,5 geloof ik, of 2032,8.
dan snap je het niet. Want je snapt het wel op een jonge manier. Je probeert het te reduceren tot iets wat jij kan begrijpen. En het hele punt is dat je het niet kunt begrijpen, maar dat je het enkel kunt aanvoelen. En wanneer het dan exact zal zijn, is een niet weten. En als je lang genoeg in dat niet weten blijft hangen, dan zie je andere dingen. En dan kom je dingen op het spoor zoals de Daniel Code. En dat lijkt me dan hoe zal ik het zeggen, veel minder gebaseerd op data. Het is eigenlijk niet op data gebaseerd. Het is gebaseerd op een aantal cijfers in een tekst, in een Bijbel. Why the bloody hell zou je dat nemen als referentiepunt? En toch doet John Needham dat en toch haalt hij daar resultaten mee. Dus dat lijkt mij een perfecte integratie van Yang en Yin te zijn. Dus nee, Armstrong heeft niet afgedaan voor mij. Ik vind hem geweldig in heel veel van zijn analyses, maar het idee dat je het zo exact kan voorspellen, dat heb ik losgelaten. Dat is mijn antwoord. Ja, helder. Ja, en ik volg Martin Armstrong ook al langer en ik heb hem ook hoog zitten, maar ik heb nou niet het idee dat zijn voorspellingen in ieder geval niet allemaal uitkomen, maar dat terzijde. Heeft één keer de crash van de Nikkei voorspeld, hè, en daar had hij nog steeds, in 89, daar had hij nog steeds zijn autoriteit uit. Maar kijk, zelfs een gebroken klok wijst twee keer per dag het juiste uur aan. Dus moet ik hem zo hard, zo hoog zitten hebben? Ik vind van niet. Maar goed, dat is elk zijn idee. Ja, helder. Tot slot. Ja, precies. Of de datum 4-8, of dat niet toevallig 8-4 is. Ja, de eclipse. Ja, kijk, dat is iets voor Manuela. Ik ga gewoon het woord aan haar geven. Dat lijkt me gewoon het verstandigste. Heel goed. Goed, dus dan zijn we netjes binnen de tijd. Heerlijk. Manuela, eerst en vooral hartelijk dank dat je erbij wil zijn. Ik weet hoe druk je het hebt met al je webinars, met de nieuwe website die er zit aan te komen. Misschien kun je heel eventjes je voorstellen, een halve minuut, wie je bent, wat je doet. Ja. En dan heb ik jouw presentatie hier klaargezet. Ik heb die titel zo gezet, ja. Pluto in water, Pluto water in steenbok, en dan gaan we van start. Ja, oké. Okay. Nou, welkom. Dankjewel dat je me even voorgesteld hebt. Ik ben Manuele van de Knaap en ik ben astroloog, maar geen astroloog die voorspellend werkt. Ik werk vooral inzichtgevend. Dus ik geef mensen inzicht in wat er eigenlijk... er zitten processen achter. Er zit een logica achter. Er zit een... dus dat is eigenlijk wat ik doe. En ik geef... al mijn werk is gebaseerd op dat wat jij zegt, dat zijn. En mensen begeleiden om los te laten en te laten zijn wat er is zonder weten. En daarom geef ik speciale meditaties om dat te doen. En ik schrijf artikelen over de actuele collectieve processen en de individuele processen die overal gepubliceerd worden. En ik heb een YouTube-kanaal daarvoor. Mooi, mooi. Oké, okay, dan laat ik je van start gaan. Ik heb jouw eerste slide klaargezet. Ja, oké, okay, dankjewel. Nou, dat zei ik al, astrologie is niet voorspellend. Maar we zitten dus nu in een verschuiving, collectief, en een heel diep transformatieproces. En ten eerste, zeg maar, is Pluto van steenbok naar waterman aan het gaan. Dat is een dierenriemteken. Steenbok, ik ga er zo meteen wat meer over uitleggen. Dat is een wisseling. Pluto is een generatieplaneet. En die haalt eigenlijk de rommel eruit. En de vorige keer dat bijvoorbeeld Pluto naar Waterman ging, toen was er de Franse en de Amerikaanse revolutie. Dus het waren enorme grote transformaties. Daar ga ik zo dieper op in. Maar er is nu iets anders aan de hand. Want je zou zeggen, hè, dan krijgen we weer een Franse revolutie. Maar nu zal het waarschijnlijk, dat denk ik, dat het anders zal gaan. Dat voel ik zo. Alles wijst daarop dat het, omdat we een verschuiving krijgen, ook naar een ander tijdperk. We gaan nu van het vissen-tijdperk naar het waterman-tijdperk. En het waterman-tijdperk is een tijdperk van vrijheid, van gelijkwaardigheid, van vriendschap, van broederschap, van een platte structuur, van een platte aansturing. En wij gaan dus nu in die periode dat Pluto in waterman staat, gaan we dus dat nieuwe tijdperk vormgeven. En daarom denk ik dus dat we daar dat het dus nu anders zal gaan. Dat,
Daar kom ik later nog even op terug. Maar wij zijn nu de architect, dus wij zijn het nu. En dus de periode tot 2044 loopt Pluto in Waterman en gaan we dus een hele nieuwe, nieuw tijdperk eigenlijk vormgeven. Dus dat is al begonnen. Even kijken, mag ik de volgende slide? Nou, ik ga eerst even uitleggen wat Pluto in Steenbok inhoudt. Die heerst Steenbok. Pluto is dus de generatieplaneet. Die zorgt voor transformatie, zuivering. Het is als het ware een puist die uitgeknepen wordt. En die is vanaf 2008, vanaf 27 januari, ging die voor de eerste keer Steenbok in. En dan gaat hij meestal nog een paar keer retrograde. Dan gaat hij terug en dan komt hij weer. En tot 2024, dus tot. 2000, dus tot 20 november 2024 is Steenbok dus af en toe van helemaal van invloed en het laatste half jaar nog eventjes van invloed. Maar in die periode dat Steenbok heerst, gaat het over het leren van eigen verantwoordelijkheid nemen. Wat is autonomie? Op eigen benen staat authentiek zijn, innerlijk leiderschap. Al die zaken hebben jullie misschien wel herkend vanaf 2008. Nou, we zijn ook wel herkend dat toen de financiële crash geweest is in 2008. En die heb ik ook toen aanzien komen. Omdat gewoon haalt de lucht uit dingen. En Steenbok gaat over datgene wat authentiek is en wat staat en wat structuur geeft. En Steenbok gaat dus ook over systemen. Dus het is een correctie op systemen. Dat hebben we dus gezien van 2008, dat er enorme de lucht eigenlijk uit de systemen gehaald zijn. Eigenlijk de systemen die al dood zijn, zoals het politieke systeem. Nou, eigenlijk zijn alle systemen van de oude cyclus gewoon klaar, kapot. En nou ja, die fouten die worden dus zichtbaar. En we gaan dus zien wat werkelijk dragende structuren zijn. Dus wat dingen zijn die over een miljoen jaar nog overeind staan. Wat werkelijk authentiek is en wat het niet is. En Pluto die dwingt en die zegt het moet. Dus ze hebben vanaf 2008 tot nu alles financieel nog overeind gehouden. Het hele systeem is overeind gehouden. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Vanaf 2008 was het al bekend wat er aan de hand was. En het is gewoon gelukt om dat voor elkaar te krijgen. Om dat te manipuleren. Want Pluto gaat over manipulatie. Het gaat over sturing. Die kan dat onderuit halen, laat ik het zo zeggen. Dus die laat. Datgene wat gemanipuleerd wordt, dat haalt hij omhoog. En laat hij zien van, hé, wacht even. Hier is wat aan de hand. Nou, dat geeft heel veel bestuurlijke macht en onmacht. We hebben ook gezien, machtsverschuiving is gegaan van de Verenigde Staten naar Amerika. Wat we heel erg gezien hebben, is de opkomst van de megagrote bedrijven, die ook in de coronatijd enorm gegroeid zijn. Kleine bedrijven, hè, de middenklasse en de kleine bedrijven, die hebben moeten inboeten. En nou, nog last met dat, het gaat heel erg over zelfbeschikking en uiteindelijk dus ook over privacy. Maar het gaat heel erg over Pluto in Steenbok in deze periode tot 2000, dus die we nu achter de rug hebben, zeg maar, aan het afsluiten zijn, die is bezig. En Pluto is dus, ik pak even de data erbij, die is vanaf januari 2008 is dat dus begonnen, dat die in Steenbok ging. Toen ging die vanaf 24 maart 2022 ging die Waterman in. Toen is die weer teruggegaan naar Steenbok. En toen de eerste keer dat Pluto Waterman in ging, voelde je al wel dat die vrijheid heel erg kwam. Dat mensen de gelijkwaardigheid wilden. Je voelde al een stuk ontspanning komen bij dat hele verkrampte systemen wat zo drukkend was de laatste tijd. En dat kwam dus in 12 juni 2023 ging Pluto weer Steenbok in tot aan 22 januari 2024. En toen hebben we ook heel veel gezien, Pluto in Steenbok, dat er allerlei systemen geïmplementeerd zijn, bestuurlijke macht geïmplementeerd is. En dat is natuurlijk eigenlijk al in de coronatijd begonnen, maar dat is toen heel erg boven water gekomen. De macht, dus bestuurlijke macht, baant zich ook veilig, zeg maar, in deze periode. In de periode waar Pluto in Steenbok staat. Nou, dan hebben we nu de laatste periode, want 22 januari ging dus Pluto weer Waterman in. En toen hebben we dus een enorme, ja, ik vond het als empaat, vond ik het ontzettend goed voelbaar dat Pluto Waterman in kwam. Het was echt een soort een ontploffing van vernieuwing, zeg maar. En verandering en een heel andere
Mensen zeiden, begonnen zich af te vragen, ook de zon stond dan op, stond ook toen nou, duidelijk bij. Waardoor mensen zich af gingen vragen van, heb ik wel vrijheid? Ben ik wel vrij? Hoe zit het met mijn vrijheid gesteld? Dus eigenlijk is die hele energie, mag ik de volgende slide? De hele Ja, zeker. energie van Waterman is heel erg aan het opbouwen. En die voelen we al constant eigenlijk dat het anders moet. Nou, dan ga ik eerst even wat anders nog vertellen over Pluto. Planeten hebben als we vanuit de aarde kijken naar de space, zeg maar, dan zien we dus planeten en sterrenstelsels en de hemel is in 12 gelijke delen verdeeld. En Pluto is daar een hemellichaam van. En het hemellichaam Pluto maakt dus een horizontale beweging, maar ook een verticale beweging. Nou, deze weergave is een verticale beweging van het hemellichaam Pluto. En dan zien we dus, als die bij die rode lijnen staan, boven en beneden, dan is die out of bounds. En dan is die buiten het bereik van het dagbewustzijn, buiten het bereik van de zon. En daarbuiten functioneert een planeet op zijn toppen, op zijn maximum. Is die onnavolgbaar en niet te grijpen. En we zien dus dat de Tweede Wereldoorlog, is dus in de periode tussen 2025 en 1945, zat hij dus in die bolling. En nu, als je naar de onderkant gaat, dan zie je 2012, 2030, tot 2030, zitten we dus nu aan de onderkant. Het verschil tussen de bovenkant, toen in 1940, 1945, hadden we dat macht, Pluto gaat over macht, maximaal in de wereld zichtbaar werd. En aan de onderkant nu, waar die nu is, gaat het over macht over de binnenwereld. En over de mens, over de binnenwereld van de mens. En dat zien we dus nu met die technologie, met AI. Daar zien we dus dat het enorm gaat over innerlijke onderwerping. Dus dat iemand zelfs niet meer zelf vrij kan denken. Dus dat is eigenlijk. Dit wilde ik laten zien, dat het heel erg zichtbaar maakt hoe krachtig dus die beweging van Pluto is. Mag ik de volgende slide? Zeker. Oké, dan hebben we Waterman. Ga ik daar wat dingen over uitleggen. Dus eerst even nog, Pluto die zat in Waterman. Dat is begonnen vorig jaar, in maart, 24 maart. Dus ik vond het heel fijn, heel de energie werd anders, de atmosfeer werd anders. We hebben, ja, en voor de tweede keer is hij dus, even kijken, zeg ik dat goed? Is hij natuurlijk 22 januari is hij er weer ingekomen. En hij Eigenlijk gaat ook al. Manuela, voor het begrip van mensen die niet zoveel bezig zijn met astrologie. Een planeet, dat is eigenlijk een wandelende ster, hè? Die vooruit gaat en achteruit gaat. En dus het Ja, ik inschuiven, vanuit de aarde ja, bezien. vanuit Ja. de aarde zie je. En dus het Ja. inschuiven in een nieuw tijdperk, dat gebeurt In in horten en fases. stoten. Ja, Ja. in fases. In fases, Oké. precies. Daarom was ik het ook aan het uitleggen. Je hebt dus 12 dierriemtekens. En dan gaat er dus vanuit de aarde gezien, want wij zijn hier met ons bewustzijn en van daaruit neem je waar. Dus daarom kun je zeggen zo leg je dat uit op die manier. En niet vanuit de astronomie, vanuit de sterren zelf. Dus. Die gaat dus een teken in en af en toe eruit. En hij gaat dus nog een keer eruit. Vanaf 2 september 2024 tot 20 november 2024. En Dus dat is dan de gaat hij. laatste fase. Ja, oké. Okay. Gaat hij nog even terug steenbok in. Dus krijgen we nog even hetzelfde liedje van de afgelopen 20 jaar. Vanaf 2008. Met die bestuurlijke macht. Met controle op de systemen. En dergelijke. En nu zie je, maar je ziet nu al, ik ben het helemaal eens met wat Brecht net zei in zijn presentatie. De mensen zijn heel die Waterman-energie al aan het opbouwen. En dat is in januari echt met een klap gebeurd. Toen 20 januari Pluto weer Waterman inging, was het gewoon een klap van vernieuwing. En je ziet dus dat alles op hol staat, de AI-verbindingen met technologie en dergelijke. Al die Waterman-dingen, dus dat ga ik nu uitleggen, zijn allemaal ongelooflijke vlucht hebben die genomen. En dat betekent dus dat bijvoorbeeld alles moet open zijn. Daar gaat Waterman over vrijheid, over geen privacy hebben. Want Waterman zegt van nee hoor, wat van mij is, is van jou. Ik hoef geen privacy. Maar dan moeten we dus de schaduw van leren kennen. Technologie, we zien dat Big Tech ontploft is. En dat gaat waarschijnlijk nog meer
in ieder geval proberen nog meer macht te krijgen op die manier. En AI. Dus er zitten wel wat gevaren ook, omdat Waterman gaat ook over technologie. Dus we gaan daar ook dus enorme ontwikkelingen in zien. Die gaan wel doorzetten. Maar we moeten leren in deze periode, tot 2044, waarin Pluto in Waterman staat, wat de schaduwkanten zijn van Waterman. En van technologie. Er zit een keerzijde aan. Er zit een stop op. En ik hoorde ze al van techneuten die zeggen, ja, AI en quantumcomputers samen, het is niet meer bij te houden, zo hard als het gaat. De hele wereld begint te veranderen, enorm. Dus dit zien we dus in de maatschappij gebeuren. Wat het met onszelf doet, is een hang naar gelijkwaardigheid. Het eenheidsbewustzijn, individueel. Je eigen creativiteit naar buiten kunnen brengen. Maar vooral vrij zijn. Moeiteloos en plezier hebben. Dus een heel andere manier. En het is een luchtteken. Dus het gaat ook heel erg over lichtheid. En misschien ook wel denken. Met mentale. Maar het gaat heel erg over vrijheid. En dan had ik ook al even ingezet. Platte organisaties. Dat hoort dus ook bij Waterman. Het gaat over gelijkwaardigheid. Dat betekent dat we het met elkaar gaan organiseren. Dat er van beneden vandaan een verschuiving gaat komen. Vanuit de mensen. En dat zagen we natuurlijk in die Franse en Amerikaanse revolutie ook. Hele grote veranderingen wat dat betreft. Nou, migranten zijn er ook nog een vraagstuk in. Dat opgelost moet worden. Dus we gaan nu in deze. We zijn architecten van deze tijd. En wij gaan dus nu die fase ontwikkelen. Even kijken, we hebben. Manuela, je bent bijna door je Ja, tijd. Ik zie het. Ik zat al te kijken. Ik zal op, ja. We gaan. Mag u nog even terug naar het laatste? Naar de vorige? Ja, Ja, je hebt nog even 40 kort. seconden. Ja, 20 seconden. Nou ja, dit ding heb ik allemaal benoemd. We gaan de macht en onmacht, maar we gaan moeten leren omgaan met die principes. Dus dat gaat tot 2044 komen. En de laatste slide nog even. Volgens mij was dat even een afzwaaier. Die ik net. Mag ik de laatste slide nog? Ja, sorry, excuus. Ja. Oké, nou, dus dit was mijn presentatie. Ik hoop dat jullie hier wat van opgestoken hebben. En ik begeleid dus ook het proces van bewustwording, persoonlijk en collectief, met meditaties, met artikelen, blogs, video's, nou, webinars. En ik werk met kristallen en met mineralen. Dus is dat ook een hele mooie. Omdat die kunnen helpen om innerlijk die stilte te krijgen in jezelf. En het hoofd uit te schakelen en meer in het zijn te komen. Dus dat is een manier. Mooi. En daar begeleid ik mensen mee. Dus hartstikke bedankt voor de ruimte. En Ja. Vragen, hè? Begrijp ik, toch? Ja. Niet ik had ook weglopen. voorbereid ook. Ja. Heel goed. Ja, nee, dankjewel Manuela. En heel mooi werk. Fijn dat je er bent. Ja, de vragen. Natuurlijk, hè, Safe Capital draait natuurlijk ook om kapitaal, financieel kapitaal. Dus iedereen is natuurlijk benieuwd. Ja, wanneer gaat dat financiële systeem instorten? Vanuit de astrologie, wat is de grootste kans wanneer het financiële systeem instort? Ja, ik ben niet zo, zei ik al, van het voorspellen. Hè? Ik ben meer van de yin-kant. Dus, en ik geloof eigenlijk ook, met het hele avontuur wat we meegemaakt hebben in 2008, zijn er echt momenten geweest waarop ik dacht in die 20 jaar, van nu gaat het gebeuren. Maar het gebeurde niet. En ik denk ook niet dat die dingen vaststaan, dat er een soort opbouw is en dat het een collectief proces is wat we met elkaar doen, wat zich opbouwt en wat op een gegeven moment ontvouwt. Nou, nu is wel Pluto in Steenbok. Ik ben het helemaal met Brecht zijn analyse eens dat mensen te veel al die vrijheid nu proeven tot aan september. En dan zometeen die Steenbok-energie met die repressie die gaat komen, met de WHO die allerlei dingen. De zelfbeschikking wil hebben om mensen te kunnen vaccineren, te kunnen in quarantaine te kunnen zetten, al die dingen. Met de BRICS-land, nou ja, er is van alles aan de hand. Ik zie zelf in de astrologie, ik kijk ook naar horoscopen van landen, van de BRICS, van alles. En dan zie je dus bijvoorbeeld dat de BRICS-landen nu allemaal in stelling gebracht worden. Die gaan nu, van nu tot 2025, geloof ik, gaan zij echt handelen. Ze gaan echt in hun. De reden waarom ze opgericht zijn, gaan ze het neerzetten. Dus er gaan gewoon hele grote verschuivingen komen. En wanneer, weet ik niet. Ik
heb zelf het gevoel dat die eclips van aanstaande volgende week, nee, 8, sorry, 8 april, maandag, daarom zeg ik volgende week, begint dus de maansverduistering. Het is altijd een set van een maan- en een zonsverduistering, die als een set optreden. En dat zijn twee momenten van input. En ja, dus die eclips is daar, denk ik, ook iets wat het aanzet. En wat dan gaat ontwikkelen. En dan gaan we zien wat er komen. Er zijn zapmomenten waarop de energieën potenties leveren. Maar het is altijd een samenkomst van dingen. En ik geloof in de kracht van het collectief. Dat die het bepaalt. Oké, dus het collectief kan er ook bepalend in zijn om het uit te stellen, later te gebeuren. Ja, maar op een gegeven we moment kunnen we nog? Het, op een gegeven moment kunnen we natuurlijk niet verder, hè? Nee, Want dat is gewoon wat nu in het systeem aan de hand is. Het kan gewoon zo niet langer. Ja. De systemen zijn op. Het politieke systeem is op. Het financiële systeem is op. Het is klaar. Ja, ja denk ik. maar het zal zich toch moeten ontvouwen. Ja. Het is niet iets wat je kan voorspellen. Wat ik wel bijzonder vind, is de opmerking al van twee mensen in de chat, dat de datum van John Needham, dat 8-4 is, en dat de datum van de eclipse 4-8 is. En dus dat lijkt me wel speciaal. Hè? Dus dit heeft zich nu ontvouwd. Maar wat doe je er dan mee, dat weet ik ook niet. Nee, daarom. Ik zie meer van die dingen terug, ook in de voorbereiding. Ik ben nu artikelen aan het schrijven over die verduisteringen. Dus die komen, over een paar dagen komt er eentje op en over 2 weken de volgende. Over wat er gaat ontvouwen. En als ik dan er helemaal induik, dan krijg ik wel meer zicht daarop. Maar zal ik wat vertellen over die eclipsen? Oh ja, graag. Nog? Ja? Oké. Nou, het zijn dus ankermomenten, wat ik al zei. En even kijken, het thema, want je hebt namelijk, ik zal het even kort laten zien. Kijk, ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Dit is een passer, een winkelhaak. Een winkelhaak. Nee, dit is Amerika, de Verenigde Staten, een kaart. En hier zien we dus drie paden, drie strepen opstaan. Die drie strepen zijn dus drie eclipsen die er geweest zijn. Dat is de Great American Eclipse. De eerste is begonnen in 2017, de bovenste. Toen hadden we eentje, een gedeeltelijke tussendoor. In 2023 was die. En we hebben dus nu de laatste. En dat is deze. Moet ik het spiegelbeeld doen? Dat is deze. Die is in 2000, dat is die van 8 augustus, 8 april 2024. En die eclips, het is dus een drie luik van, zijn eigenlijk nog eentje, een halve, maar die twee, dus tussen 2017 en 2024, is een pad wat gesteld is. Nou, wat interessant is, is dat die eerste eclips van 21 augustus 2017, die heeft dus een imprint gegeven en die imprint die zet iets in gang. En de imprint van die eclips was correctie van de opgeblazen ego door kosmische hiërarchieën. Het was een correctie. En dat gaat ontvouwen dus in die 7 jaar. En dan zien we dus de afsluiter van 8 april 2024. Het beeld van een klaarmaken voor een hele lange en moeilijke reis. En het moeten ingrijpen door extreme druk van buitenaf. Pioniers is ook een sleutelwoord. En het tweede beeld is dat het opgetild mag worden naar een volgend niveau. Dat we leren van leven naar liefde te gaan. Dus het is een pad wat, wat iets afsluit. En waar echt iets gaat gebeuren. En het is in gang gezet in 2017. En dat zien we ook, hè, als we kijken naar het hele pad wat zich aan het ontvouwen is. Dus, Zeg, en Manuela, er zijn mensen die zeggen, ja, ik snap hier niks van. Ik snap hier echt niks van. Oké, Kun je dat... en wat snappen ze niet? Ja, ik snap jou wel, maar ik kan het niet uitleggen waarom ik jou snap. Maar kan iemand die mij niet snapt, mij uitleggen wat ze dan niet snappen? Want je moet uit je denken en gewoon, het zijn gewoon vastgestelde feiten. En die vastgestelde feiten, wat kan ik doen om uit te leggen dat je vanuit jouw wereldperspectief dit wereldperspectief kan begrijpen? Want het is natuurlijk een ander perspectief. Als ik even Yang parafraseer wat jij nu Yin aan het zeggen bent, hè, dan is het zo dat eclipsen zaken in gang zetten, opladen.
die dan later, dus impliciet eigenlijk, laten we zeggen het kanon laden. Maar ja, een geladen kanon is niets zonder vonk. En dan komt in een latere fase de vonk aan de lont en dan komt expliciet naar voren wat jij impliciet al kan voelen. Is dat de juiste Ja, vertaling? nou, we zien het gewoon, de realiteit en heel veel studies die er gedaan zijn, weten we gewoon, wat jij zegt, hè, miljonairs doen geen astrologie, maar biljonairs wel. En dat is niet voor Ja. niks. Ja, dat Want is daar echt zit. zo. Ja. En dat is niet voor niks. Ja. Millionaires don't do astrology, billionaires do. En Ja. voor mij is dat duidelijk waarom, omdat geld uiteindelijk, ze zeggen ja, power is. Nee, het is gewoon energie. En je kunt het gebruiken als macht of als kracht, maar het is zeker energie. En dus energie, ja, heeft te maken met flow, hè, liquidity, we will freeze your assets. Het heeft allemaal te maken met water. En dus heeft het eigenlijk ook te maken met wat water kan doen bewegen. En een van de dingen die water kan doen bewegen is de zon. En een ander ding wat water kan doen bewegen is de maan. Dus men kan dit letterlijk nemen, men kan dit ook metaforisch nemen. Maar het komt erop neer dat grote patronen in de skies, in de sterren, die worden wel degelijk gevolgd door miljardairs om hun kapitaal te allokeren, toe te wijzen aan zaken. Dus ja, dat kan ik bevestigen. Ja, en dat is dus het is wel degelijk dat de impact er is. En ik schrijf daar, ik ben natuurlijk altijd mee bezig. Met het schrijven over die impact die het op mensen persoonlijk heeft. Maar ook in de maatschappij zien we die processen. Daar schrijf ik dus iedere week over. Dus Ja. dat zijn geen sprookjes, dat is gewoon ervaring, zeg maar. En dat is dus, ik heb een podcast op YouTube staan over 2024, waar ik dit allemaal nog meer uitleg. Ook. Dus Ja. op Het is mijn niet YouTube-kanaal. realistisch om dit op 15 minuten te kunnen begrijpen. Ik bedoel, jij Nee, studeert er zelf daarom. al Ja. jaar op. Dus men kan inzichten.com bezoeken en daar een beetje grasduinen. Dus dit is gewoon een proevertje, mensen. Dus het is niet dat we hier kant en klaar alles gaan aanreiken. Dat kan ook niet. En vanaf vrijdag is mijn nieuwe website online en dan staan ook de video's erop. Nu moet je naar mijn YouTube-kanaal. Dus dat is een. Dus een nieuwe website die komt straks online. En was er nog tijd voor een vraag of is het klaar? Nou, we hebben nog even tijd. Ja, oké. Okay. En nou, de vraag wat 8 april voor rol gaat spelen, heb je al je licht over laten schijnen. Belangrijke datum. Een andere vraag is, hoe lang denk je dat het kan gaan duren voordat we naar een ja, nieuwe, naar een nieuw normaal zijn gegaan? Ja, ik denk dat je eerst jezelf af moet vragen, wat is normaal? Want ik denk dat normaal voorbij is. Dat we Ja, dat niet meer precies. terug gaan krijgen. Nee, maar dan hebben we een nieuw, wat we dan normaal Een vinden. nieuw normaal. En dat nieuwe normaal, wat ik al zei, we gaan een nieuw tijdperk in. Dus we gaan met Pluto in Waterman dat nieuwe tijdperk bouwen. En we gaan het schade en schande leren wat wel kan en wat niet kan. Wat verantwoorde Waterman situaties zijn en wat niet. Ik denk dat we eigenlijk die hele periode van Pluto in Waterman daarover gaan doen. Als je die curve van die Pluto laat zien, dan zie je dus dat het heftige, wat je onderaan die curve te zien kreeg, tussen 2000 tot 2025 ongeveer, duurt. En ik denk dat we eigenlijk weer in de opbouw gaan dan. Want dan zijn we ook die curve weer uit. Ja, En dan gaan we die. Dat denk ik als ik astrologisch zou kijken. Manuela, zou het niet kunnen zijn dat het nieuwe normaal eigenlijk is dat we meer in het nu gaan leven? Ik weet dat dat ondertussen een slogan is geworden, maar dat Dankjewel. normaliteit, ja, dat normaliteit vroeger werd gedefinieerd als doe maar normaal, hou het midden tussen alles, conformeer je, terwijl de waterman-energie is, nee, zet jezelf centraal en dan let 1000 flowers bloom. Ja, je zet jezelf centraal, maar als samenwerkend. Dus daarom gaat het ook heel erg over liefde. En zijn we dus nu al, dat nieuwe tijdperk is al bezig. En er zijn enorme krachten bij betrokken. Dit zijn krachten van een ander tijdperk, die zijn zo groot, daar kan je niks tegen beginnen. Dus geloof nou maar dat het gewoon gaat gebeuren. Met jezelf centraal zetten, ik bedoel dat in Jungiaanse zin. Dus niet het ego Ja, centraal zetten, maar het nee, nee, zelf. nee. Ja, dus. Maar dank je wel dat het heel erg gaat over Pluto in Waterman, gaat over vrijheid en gaat over
over niet weten. Toe durven laten. Dat is vanaf januari, dat 22 januari, is Pieter Waterman ingegaan. Is dat echt keihard binnengekomen. Waarschijnlijk bij heel veel mensen voelen ze dat ook. Dat heel veel aan het vernieuwen is in je leven. En dat je voelt van, ho, ik verlies het vat. En je mag, kan weer terugvat krijgen door toe te staan het niet te weten. Ja. En je echt in vrijheid te verbinden. En vanuit vrijheid kan alles zich dan weer ontvouwen. Maar durf niet, blijf in het nu. En ga daar niet op vooruit lopen. Weet je, Manuela, ik heb dat gevoel gehad bij het einde van Macrotrends. Dus Macrotrends is gestopt. De samenwerking met Maarten Vrijen is gestopt. En ja, ik was al 9 jaar in een vaste structuur. En ik dacht dat ik daar eigenlijk gelukkig in was. En toen werd ik plots gedwongen. Dat is Pluto, dwang, om mezelf heruit te vinden. En Safe Capital is daar het resultaat van geworden. Wat, het was een heel onzekere periode met niet weten. Maar ja, nu voel ik mij veel vrijer en creatiever dan ooit tevoren. Dus ja, zelfs in het eigenste ding van het webinar zit die Waterman-energie al. En ik hoop dat mensen dat ook voelen. Ja, precies. Dus dat ook die verandering van Pluto door Steenbok heen, wat we nog krijgen, is nodig om uit te zuiveren. Dat is wat Pluto doet. Die dwingt, maar hij zuivert ook uit. De puist wordt uitgeknepen en is klaar. En dan gaan we door. En dan wordt het weer schoon en dan kan het verder. Oké. Okay. Ja. Dit was het meest abstracte deel van alles, Peter. Ja, en de tijd is op, dus we moeten door in de, wat Manuela net zei. Dus dank voor jouw inbreng. Er is misschien nog een enkele vraag op de chat, maar we hebben het een beetje behandeld. Dus we gaan door naar voor Tim en crypto. Ja, Manuela, nog eens bedankt. En aan alle mensen die dit niet hebben kunnen volgen, don't worry. Je moet niet alles begrijpen. Het kan zijn dat er een paar woorden of zinnen je onderbewustzijn aangeraakt hebben en dat je binnen een maand plots zegt van hey, daar zat toch iets in. En dan ga je naar inzichten.com. Manuela, dank je. Ja, de conclusie, ik wil even één ding zeggen. De conclusie is, mag het? Sorry. Zeg maar. Nee, de conclusie is positief, werd er gevraagd. En dan word ik gezegd ja, want we gaan naar een 2000 jaar nieuw tijdperk met vrede en vrijheid. Dat yes. Kijk, daar doen we het voor. Daar gaan we voor. En wat gaat Bitcoin daarvoor betekenen? Tim, het woord is van jou. Hey Brecht, Peter en Manuela. Eerst en vooral bedankt Brecht voor mij vandaag op deze kwartaalmeeting van Safe Capital uit te nodigen. Het is een waar genoegen om voor uw community te komen praten over het segment crypto en alles wat daar rondhangt. Ik heb niet veel tijd, dus ik ga mijn introductie ook kort houden. Ik ben Tim Broekmans, sinds 2014 actief in crypto. Early adopter in Ethereum, daar zit ik nog steeds in. Ondertussen founder van een tweetal bedrijven, waaronder Trade Premium en Traders Lab. Trade Premium is puur gefocust, is eigenlijk een community-gebaseerd analyseplatform dat zich focust op crypto uiteraard, maar dat ook de correlatie met het macroperspectief gaat opzoeken om daar eigenlijk analyses op te gaan baseren. Traders Lab is dan het softwarebedrijf dat heel mooi aansluit bij Trade Premium. We hebben eigenlijk onze strategieën en onze analyses volledig geautomatiseerd aan de hand van indicatoren die voor ons tijdrovend zijn en nu veel minder tijdrovend. Korte dienstverlening, jij hebt geen slides, hè? Nee, ik heb geen slides. Ik ga het volledig actief houden. Ik heb live data, live analyses. Deel misschien je scherm en dan... Ja, ik ga direct mijn scherm delen, inderdaad. Jawel. Top. Voor de mensen die deze analyses interessant vinden, kunnen ons ook altijd vinden, net zoals Manuela, op YouTube via tradepremium.be. Een like of een abonnatie zou zeer leuk zijn voor ons. Dat helpt ons om ook meer bereik te hebben natuurlijk. Dus als je het apprecieert, dan kunt je dat altijd terugdoen voor ons. Maar doe het vanuit je hart, uit je eigen interesse uiteraard.
Nu, waar ga ik vandaag over praten? Ik krijg heel veel de vraag van mensen, ja, waar gaat Bitcoin naartoe? We horen heel veel getallen vallen, welke prijsactie Bitcoin kan gaan doen in de komende jaren of in het komend jaar. We hebben twee zaken als het gaat om Bitcoin en dat zijn eigenlijk de supply dynamics, het vraag- en aanbodprincipe, die eigenlijk vooraf bepalend zijn om eigenlijk een prijsactie teweeg te brengen. Nu, wat heel belangrijk is om bij Bitcoin te gaan in acht nemen, is dat het programmatisch is. Programmatisch wil zeggen dat het eigenlijk op een vaste waarde werkt. Dus vaste data, 925 bitcoins die per dag vrijkomen en dat zal nooit anders zijn. En om de 4 jaar is die grote halving waar iedereen over praat. En daar ga ik vandaag wat meer uitleg over geven. Ik ga even mijn scherm delen, Brecht. Doe maar. Eens kijken, hè. Ongeduldige abonnees die zeggen: waar blijft dat gedeelde scherm? Dat is, de oude steenbokenergie zit daar nog in. Een beetje meer vertrouwen. voilà. Ik weet niet of jullie mijn scherm zien. Het komt. Ja, nu wel. Dit is een chart. Ik ga even u tegenspreken, Brecht. Maar als ik ga kijken naar Bitcoin, vraag ik mij altijd af welk asset presteert in de laatste 10 jaar beter dan Bitcoin. Dit is eigenlijk de S&P 500 ten opzichte van Bitcoin. En wat zien wij? Dat Bitcoin, we zitten hier met een dalende grafiek, dus dat wil eigenlijk zeggen dat de Bitcoin de S&P 500 index outperformt in de laatste 10 jaar. We hebben dat ook bij goud gedaan en je ziet eigenlijk exact hetzelfde. Dus Bitcoin heeft ook goud in de laatste 10 jaar geoutperformed. Dan hebben we hier ook nog Apple. Ten opzichte van Bitcoin, om een meer volatieler aandeel te gaan laten zien. En dan zien we eigenlijk exact hetzelfde, dat Bitcoin Apple ook al in de laatste 10 jaar outperformt. Dus voor mij is het dan heel belangrijk om te beseffen van Bitcoin op lange termijn is een zeer goede investering. En als er traditionele beleggers zijn die niet in Bitcoin geloven, dan moet je ze gewoon deze chart laten zien. En dan gaan ze ja, aan de hand van data heel andere cijfers te zien krijgen. Nu, was heel belangrijk als we gaan kijken daarnaar. Aan de hand van de transparantie van Bitcoin kunt jij heel probabilistische analyses gaan maken. En daar wordt het gewoon heel interessant. En die ga ik met jullie vandaag eventjes delen. Eens even kijken. Dus mensen die niet geloven in technische analyse. Het is bijvoorbeeld een technische analyse die ik had gemaakt. Ergens begin 2024, aan de hand van een deviation tool en onze supply en demand zones. Dus wij kunnen zien waar de supply zit, waar de weerstand en de support zit. En op dit moment ziet dat er zo uit. Dus we zien dat we hier ook zijn blijven hangen, dat we hier geconsolideerd hebben en dat we na die all-time high hier het hamertje, dat was ook in de eerste chart, zien we eigenlijk dat hamertje terugkomen en nu zitten we hier. Gaan we nu terug support opzoeken? Wie zal het zeggen? Maar technische analyse is zeker iets dat super belangrijk is wanneer je met crypto gaat bezig zijn, omdat het een zeer volatiel asset is. En risk management is daar zeker bij aangeraden. Nu, wat gaan wij bovenop deze analyses gaan creëren om die probabiliteit naar boven te brengen? Dat is door te gaan kijken naar on-chain data. On-chain data is eigenlijk alles in een indicator gegoten of een metriek gegoten wat de mensen investeren of verkopen in Bitcoin. Om op die manier een zicht te krijgen wie in profit zit, wie in verlies zit, welke mensen het pand verlaten, zo, om het zo maar te zeggen. Dus dat zijn belangrijke zaken om een idee te krijgen van het sentiment. En wanneer mensen hoogstwaarschijnlijk winst gaan nemen. Daarvoor heb ik het volgende uitgetekend. En we zitten hier met het. Ziet iedereen mijn scherm nog? Yes. Ja, we zien hier een heel interessante grafiek. Dat is een grafiek, de net unrealized profit en loss. Dat wil eigenlijk zeggen, mensen die geen profit en geen verlies hebben genomen, die ratio's samengenomen. En op basis daarvan hebben ze daar een sentiment aangeplakt. Die je hier onderaan ook ziet terugkomen. Hè? Capitulatie, Wacht, hoop, wacht, vier. wacht. Tim, niet te snel. Ik ben niet mee. Kunnen we dat nog even herhalen? Ja, oké. Okay. Dus we zien hier een chart. Dus aan de hand van waar mensen hebben ingekocht, kunnen wij Ja. weten of die mensen in winst of verlies zitten. Oké. Okay. We kunnen ook gaan zien wanneer mensen winst hebben genomen door het transparant karakter van de blockchain. Oké. Okay. En deze metriek die gaat eigenlijk meer gaan uitzetten
Wanneer we op hoogteniveau, op hoogtepunten zitten, wanneer iedereen hoogstwaarschijnlijk gaat verkopen. Ja. Dus ik heb daar een analyse van gemaakt, maar deze chart is heel goed opgedeeld in de sentimentsfases of de psychologische fases van de markt. Capitulatie, hoop, belief, euforia. En wanneer we in de blauwe zone zitten, zitten we met euforia. Wanneer we in de groene zone zitten, zitten we met die belieffase dat iedereen gelooft dat het nog verder gaat gaan. En hier zitten we echt in die angstfase. Als ik deze chart verder ga uittypen voor jullie, dan krijgen we eigenlijk, ja, dit is nu in het wit, hè, maar het is exact hetzelfde. Dan krijgen we eigenlijk dit te zien. En dit is eigenlijk heel belangrijk om zowel de bodems als de toppen van Bitcoin te gaan timen. Ja, we hebben gezien, ik heb hier deze twee punten. Dit zijn eigenlijk de startpunten, maar we zien hier ook heel mooi. Ik ga even aantekeningen maken. We zien hier heel mooi dat we hier onze topniveaus hebben bereikt op het moment dat wij hier deze zones bereikten. We hebben hier hetzelfde gezien. We hebben hier ons toppunt bereikt in 2017, maar ook in 2021. En je ziet dat deze trendlijn eigenlijk meer afhelt naar beneden toe. Waarom is dat? Omdat er meer en meer adoptie plaatsvindt, die eigenlijk vervolgens ja, laat zien dat, ja, dat Bitcoin matuurder wordt. Dus die gaat nooit meer zo hoog komen. Dus die rendementen gaan afnemen, waardoor we eigenlijk steeds lagere rendementen gaan hebben. Dus in deze zone voor de toekomst wordt het belangrijk om je risico af te bouwen, met andere woorden. Hetzelfde geldt voor de bodems, die wij ook perfect hebben kunnen bepalen. Ja, we hebben hier onze zone gehad in 2015 tot 2017. Daar hebben we eigenlijk een heel mooie bodemvorming gehad. Hier hebben we ook een heel mooie bodemvorming gehad. En als we deze uiterste punten met elkaar gaan verbinden, hebben we ook gezien dat dat in 2021, 2023 het geval was. Dus op basis van deze indicator kun je al heel veel mooie moves doen. Want belangrijk binnen crypto is dat de timing heel juist zit om de maximale profits eruit te halen. Want stel dat jij op een piekniveau koopt, kan het wel eens zijn dat je 2, 3 jaar moet wachten eer dat je terug boven water komt. En dat is uiteraard niet de bedoeling. Het volgende is dan de fases van dezelfde chart. Hier zien we dat we eigenlijk voor een bepaalde periode in die gele groene zone zijn terechtgekomen en dat we na de uitbraak van die gele zone de ja, expansiefase hebben gehad. Hetzelfde, we zien eigenlijk elke keer hetzelfde terugkomen. Hier hebben we eigenlijk exact hetzelfde over dezelfde tijdspanne en dan zien we die expansie. Dus je ziet elke keer hetzelfde terugkomen. En nu zitten we ook weer al met hetzelfde fenomeen. Dit komt telkens terug en nu zijn we hier aan het uitbreken en gaan we waarschijnlijk ook die expansiefase hebben, die in mijn ogen korter kan zijn dan de voorgaande keren, maar wel veel agressiever. Dus Oké, dit okay. Dus is. dat er nog winst in zit nu. Amai, we zijn nog maar juist begonnen, Brecht. Oké. Okay. En ik ben daar. Allee, persoonlijk kijk ik naar van, kijk, dit is het sentiment op de markt. Maar we hebben dan ook nog een ander perspectief en dat is natuurlijk, wat is er beschikbaar op een markt? En dan komen we aan bij de supply shock. De supply shock is eigenlijk, we gaan kijken naar de realized cap HODL waves. Hier kunnen we zien welke mensen minstens 5 tot 7 jaar of 7 tot 10 jaar of 3 tot 5 jaar hebben vastgehouden aan de hand van verschillende kleuren en wanneer die verkopen. Dus wij kunnen perfect zien van oké, hoe lang houden deze mensen vast? Die verplaatsen hun bitcoins niet, dus die blijven op een ledger staan. En hoe meer mensen dat zijn en hoe langer die dagen vorderen, hoe hoger deze grafiek gaat komen. De reden waarom we in 2021 niet zo hoog zijn gegaan, is puur om het feit dat deze hier zo, die Niet zat een heel verkocht. stuk, ja, dus hier wanneer de bullrun eigenlijk start, gaan die, ja, smart money noemen we dat, gaan die mensen verkopen. Hè? Ja. Gaan die eigenlijk hun risico gaan afbouwen. Nu, deze supply shock was niet zo groot, want hoe hoger de top, zal ik maar zeggen, hoe sterker de supply shock gaat zijn. En in 2017 hadden we een veel grotere supply shock. Hè? Want die top was veel hoger. Nu, waarom ben ik. Ik probeer dat te interpreteren. Sorry dat ik onderbreek, maar ik denk dat er veel mensen niet helemaal mee zijn.
Wat dat je hier ziet, is het aantal dagen dat mensen hun bitcoins bijhouden, afgezet tegenover de prijs. En dus het hele punt is dat wanneer de prijs stijgt en... Wacht hoor. Dus die mensen verkopen niet, dus dan zijn er niet genoeg bitcoins, terwijl de vraag wel aan het stijgen is. Ja, en dat... dus dit wil eigenlijk gewoon zeggen, hoe hoger deze top is, hoe minder bitcoins er beschikbaar zijn. Daar komt het op neer. Oké. En dan gaat je eigenlijk een vraag- en aanbodprobleem creëren. De vraag is heel hoog, maar het aanbod is zeer laag, met als gevolg dat je een prijsstijging krijgt. Ja? En nu daar... Nu zit die op deze top, of hebben we daar gezeten... Ja, en hier zie je de, dus wacht, ik ga even een chart pakken. Dus hier zie je eigenlijk, dit was onze supply shock. Als we hier gaan kijken, als we onze zone daarvan gaan nemen, ik ga even een paar lijntjes uittekenen. Als we dit zien, zien we eigenlijk dat vanaf daar onze bullrun begonnen is. Hier hebben we eigenlijk net hetzelfde gezien. Wanneer die begint af te bouwen, begint de bullrun. Hier ook. Oh. Ja, die begint af te bouwen en die bullrun begint. Wacht, nu. Nog even een interpretatie. Dus dat begint af te bouwen, dat wil zeggen dat die hodlers, dus die mensen die dat blijven houden, wel plots... Aan het afbouwen voor... zijn, ja. Maar dat is altijd. Aanbod zorgen. Ja, maar ja. Dat is altijd zo. Dat ze wel plots voor aanbod zorgen, omdat die slim geld zijn. Waarom doen ze dat? Omdat ze voelen dat er nieuwe mensen in de markt komen die ze gaan willen kopen. Ja, dat... ja. Perfect. Maar het is heel belangrijk om te weten... En dat wil ik eigenlijk duidelijk maken. Hoe hoger deze top gevormd wordt voordat de bullrun begint, hoe groter die shocks zijn. En we zien, ja. We zitten nu met een top die nog nooit zo hoog is geweest. Ja, ja. En het is daarom dat 2021 niet zo sterk was als veel hadden verwacht. Omdat die supply shock veel minder was. Okay. Hè, dus dat is hier de reden waarom ik bullish ben op Bitcoin. En we nog wel leuke dingen tegemoet gaan, hè, want we zitten nu in een prijsontdekkingsfase, omdat we all-time highs hebben doorbroken. We gaan nu in een nieuwe fase. Nu, wat heb ik hier nog bijgezet, is het volgende. Deze jongens, die gaan ook tot op een bepaald moment verkopen en gaan nog een deel vasthouden. En net hetzelfde als bij de eerste chart, bij deze chart hier zo, kunt jij deze zones met elkaar gaan verbinden. Als je die met elkaar verbindt, kun je eigenlijk gaan zien wanneer we op een toppunt aan het komen zijn. Dus als wij in deze bodemzone komen, dan zien we doorgaans uittoppings. Dus we zien hier in deze zone, we zitten hier op dat punt, we gaan naar beneden, we zitten hier op een bodem en we zien hier eigenlijk die uittoppingsfases. Dus van het moment dat wij richting deze zone hier gaan, is het interessant om te beginnen uitschalen en profits te nemen op Bitcoin. Dat is eigenlijk niet meer dan dat. Wat is de timing daarvoor? Wat voorziet je? Je moet de chart opvolgen. Allee, je moet de chart opvolgen, maar wij doen dat wekelijks. En ja, we hebben de bodem van Bitcoin, we hebben gekocht op 18.000. Vanaf daar zijn we beginnen accumuleren. Dus we hadden een gemiddelde aankoopprijs van 19.000 voor één Bitcoin. Nu... Tim, als ik je even mag onderbreken, even gezien de tijd ook. En dan kan je mooi door naar de meest prangende vraag in jouw opbouwende verhaal. Wat verwacht jij van de koers van Bitcoin in deze... Daar ga ik nu op komen. Ik heb een hele mathematische berekening gemaakt. Omdat ik wist dat die vraag ging komen. Dus we zitten hier met de global liquidity die sterk aan het toenemen is. We weten ook dat de Bitcoin Spot ETF sinds januari 10 januari 2024, dat die daar goedgekeurd is, dus plus minus 6 weken geleden. Dit verhaal van de global liquidity, die is lichtjes aan het stijgen, maar de sterke stijging zoals we die hier hebben gezien, is nog niet gebeurd. Wanneer gaat er een global liquidity stijging plaatsvinden? Wanneer er onrust is, wanneer er oorlog is, wanneer economieën in de problemen zitten, wanneer ze moeten gaan bijprinten. Leest China... En Amerika, in mijn ogen. Nu, een tweede aspect die de vraag alleen maar doet toenemen, zijn de ETF-inflows. We hebben op dit moment, ik heb dat vorige week berekend, op een gemiddelde inflow van 260 miljoen per dag. Dus er komt 260 miljoen aan geld binnen dat Bitcoin accumuleert. Nu is het de vraag van... Als je weet hoeveel bitcoins er op de markt zijn dagelijks, door de miners die bitcoin minen,
En je weet wat de prijs is, weet je hoeveel keer Bitcoin wordt opgekocht. En dan gaat je een prijsprognose kunnen doen. Dit ga ik even overslagen. We gaan nu overgaan naar het interessantste deel van heel het verhaal hier. Dus we hebben hier 925 nieuwe bitcoins per dag tegen de huidige prijs, ongeveer 64.500, zouden wij een aankoop hebben, een equivalent hebben van 60 miljoen. Dat is eigenlijk wat er dagelijks opgekocht moet gaan worden om alleszins break-even te draaien. Nu, wat is er interessant aan? In de laatste 6 weken, sinds de lancering van de Bitcoin Spot ETF, hebben wij een aankoopwaarde gezien van 12 miljard. Wat absurd veel is, wetende dat goud in de eerste 3 dagen 1 miljard aan inflows had bij de lancering van zijn spot ETF en dat hij op een jaar tijd een inflow had van 3 miljard. Wetende dat Bitcoin op 6 weken al een inflow heeft gehad van 12 miljard. Dus dat is zeer positief, zeer geliefd. Nu, dat komt er ongeveer op neer dat wij een gemiddelde inflow per dag hebben van 260 miljoen. Dus dat is een hele belangrijke. Als we deze twee nu met elkaar gaan vergelijken, ik ga even uitzoomen. Dus we zetten. Je hebt er uw werk van gemaakt. Sowieso, Brecht. Dus wanneer we die 260 miljoen gaan delen door die 60 miljoen, dan hebben we een factor, een aankoopfactor van. Ik ga even dat er hierbij zetten, van 4,3. Dus er wordt per dag 4 keer zoveel bitcoins plus minus aangekocht dan dat er vrijkomen. Belangrijk hierbij is dat de halving nog niet geweest is. De halving gaat plaatsvinden binnen 30 dagen, nu 29 dagen. En die halving gaat van die 925 bitcoins naar de 462 bitcoins gaan. Dus letterlijk een halvering. Dus deze factor gaat dan aan hetzelfde aankoopvolume naar 8,6 gaan. En daar wordt het interessant. Oei, wacht. Nu moet ik even zien wat ik doe. We zijn er bijna en dan kom ik tot mijn analyse die ik nog op de charts heb gedaan. En dat is wel heel frappant, want daar ben ik ook pas op uitgekomen. 8,6. Dus dan zitten we met een factor van 8,6. Het enige wat belangrijk is, is dat we die gemiddelde inflow van die ETF's in de gaten houden. Nu, om een prijsprojectie te kunnen doen. Dus sinds de lancering van de Bitcoin Spot ETF's zijn we van 45.000, 10 januari zijn we op 45.000 gestart, zijn we uiteindelijk naar een topniveau van 73.000 gegaan. Dit komt overeen met 60%. Ik ga dat even zo typen. Normaal moet het erachter, ik weet het, maar het gaat om het principe. Als we het dan gaan opdelen in kwartalen of in weken, we weten dat wij 56 weken in een jaar hebben. We hebben 6 weken hebben we al gehad. Dus dat wil zeggen dat we nog 9 periodes van 6 weken hebben. Dan zou dat overeenkomen met een toename van 540%. Dus iedereen die zich afvraagt waarom mensen of analisten praten over een bitcoinprijs van 300.000, dat is als je 540% daarbij optelt. Nu, daar kom ik dadelijk toe om meer visualisatie te brengen, maar ik geloof dat die 60% stijging, dat die eerder per kwartaal gaat gebeuren om een meer conservatieve stijging te hebben. Dus dan gaat je eigenlijk met een prijsstijging zitten van 240%. Om nu over te gaan naar het laatste deel, en dan ben ik rond, mijn Ja, excuses. we echt wel nog kunnen vragen stellen, dus je hebt nog 1 minuut. Ja, dus dan zitten we met een toename van 240%. Nu, wanneer ik mijn analyse ga doen. Wacht, dan moet ik zien dat die. Ik moet even mijn delen stoppen, want ik heb een probleem bij mijn TradingView. Zijn Secondje. 52 weken per jaar trouwens, hè? Maar dat is een detailtje. Scherm delen. Voilà. Nu moet het normaal wel lukken.
Dus als wij dat gaan uittellen, dan zouden wij bij die 540% naar een bitcoinprijs kunnen gaan van 300.000. Als wij gaan uitrekenen bij 240%, dan zouden we naar een bitcoinprijs kunnen gaan van 157.000. Nu, het interessantste van heel dit verhaal is dat als wij dat gaan uitzetten op basis van een cyclusanalyse, voilà. En ik ga hier mijn aantekeningen erbij nemen. Dan zien wij, hè, wanneer wij elke analyse gaan analyseren, wanneer we het 79% level van de FIB retracement tool gaan nemen, en we zetten die uit van bodem naar top van elke cyclus, dan zien wij dat het 100% level uitkomt bij de volgende top. Als we hetzelfde doen bij 2017, van bodem naar top, dus we gaan het 0% level en het 79% level uitzetten, dan gaat het 100% level uitkomen op die top. Wow. Dus de top van 2021. Nu, het belangrijkste van heel deze mathematische berekening, die kwartaalberekening, die komt perfect overeen met mijn analyse. Want als wij van bodem naar top gaan, dan komt de 100% uit op 157.000. En dat is eigenlijk mijn conservatieve prognose voor Bitcoin deze cyclus. Want als we nu gaan kijken naar de fases, zien we eigenlijk dit. En zien we dat we dit 18% level, dus de stijgingsgraad, dat we die heel mooi aan het opvolgen zijn. Dus dat is een beetje hoe ik naar cyclussen kijk. Ik hoop dat dit, het was veel, maar ik hoop dat dit wel interessant was. Zeker. Dankjewel. Maar dat is wat wij doen met Trade Premium. Ja. En nog even aankondigen, ik had het al gezet in de mail, maar Tim gaat voor ons ook schrijven in Safe Capital. Hij gaat elke maand een analyse brengen in de PDF. En ook op het sociaal platform dat we nu hebben, het Safe Capital platform, gaat hij ja, de links posten van de dingen die hij bestudeert. Dus als je wil weten waar Tim mee bezig is, kun je ja, een abonnement nemen op Safe Capital natuurlijk. En als je dan nog gespecialiseerder wil gaan in Bitcoin, ja, dan en andere crypto's, want jullie doen nog andere crypto's. Ja, we doen alles eigenlijk, ja. Ja, dan kun je een abonnement nemen op Trade Premium. En Tim, wij moeten nog eens een deal maken waarbij Safe Capital members wat goedkoper bij jou abonneren. Sowieso, 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 sowieso. Dat doen we nog. In ieder geval, heel hartelijk bedankt voor jouw analyse. Het is zeer interessant. Ik weet al lang dat jij goed bezig bent. En nu hebben wij nog 6 minuten, Peter. Yes, 6 minuten. Wat bij veel abonnees ook de vraag rijdt, en bij mij ook, en dat zit even, wat zit er achter Bitcoin? He, dus is, laten we zeggen, is Bitcoin, of crypto in zijn algemeenheid, is dat nou de oplossing om geld over te boeken, om je geld veilig te stellen? Of is het juist onderdeel van het probleem? Is Bitcoin een voorloper van het CBDC bijvoorbeeld? Wat is jouw gedachte daarover, Tim? Nee, ik denk dat CBDC en Bitcoin los van elkaar staan. Bitcoin is voor de people en CBDC is voor de criminals. Zo bekijk ik het. En als we gaan kijken naar wat Bitcoin is geen inflatie-hedge. Bitcoin is eigenlijk een hedge tegen de debasing van de currencies die er op deze wereld nu bestaan. En dat is een hele belangrijke. En we zien hoe harder de debasement van de currency plaatsvindt, hoe meer global liquidity er nodig is. Dus als er bijgeprint wordt, dan zien we een debasement van de currency, van de dollar. Maar als we liquiditeit hebben, dan zien we risk-on assets stijgen, waaronder Bitcoin met een maalfactor van zoveel. Dus Bitcoin doet juist hetgeen wat het moet doen als de dollar of andere assets waarde verliezen. En daar zit het principe. Ja. En ik denk, als ik daarop mag inpikken, dat is een van de redenen waarom ik voel dat in die crash Bitcoin heel goed gaat presteren. En dat de mensen van het systeem zelf dat ook weten. En daar kapitaal naartoe aan het schuiven zijn, de Bezossen van deze wereld. Wat zijn jouw gedachten daarbij, Tim? Ja, ik denk dat ook wel. En wat we vandaag hebben gezien, ik zag hier ook een vraag passeren over Ethereum. In mijn ogen, Ethereum gaat een platform worden waar traditioneel aandelen op gaan getokeniseerd worden. Dus een Nasdaq, een S&P 500, de gewone aandelenbeurzen, die gaan in mijn ogen verdwijnen. Dat gaat volledig gedigitaliseerd worden en dat gaat op een blockchain
plaatsvinden. Misschien Ethereum, die volledig geautomatiseerd gaat zijn. Minder kosten, snellere transacties, volledige transparantie. En we gaan naar een investeringswereld gaan die je volledig gaat kunnen analyseren, zoals ik juist heb gedaan, op on-chain data enzovoort. En dat is een beetje wat ik denk. En we hebben vandaag ook gezien dat de JP Morgan... Nee, sorry, BlackRock heeft ook een aankondiging gedaan dat zij tokenization gaan starten op de Ethereum blockchain. Wat wil dat zeggen? Real world assets gaan op de blockchain van Ethereum getokeniseerd worden. Dus gaan gedigitaliseerd worden. We hadden eerst muziek dat naar Spotify ging, volledig gedigitaliseerd is. We hebben boeken die volledig gedigitaliseerd zijn. En het enige dat nu op dit moment nog overschiet, is geld dat volledig gedigitaliseerd is en autonoom werkt. Peer-to-peer. Ja. Zeg, Manuela, heel kort, als je dat hoort, en Waterman gaat over nieuwe technologische innovaties, ja. Zou dit het dan kunnen zijn dat we eigenlijk een huis niet langer via de notaris gaan overdragen, via die tussenpersoon aan een andere persoon, maar gewoon op de blockchain zeggen, hey, jij koopt mijn huis, hup, ja. Token overzetten en klaar. Ik hoor Tim een aantal dingen zeggen die heel cruciaal zijn van het Waterman-tijdperk, en het gaat ook over gelijkwaardigheid. Het gaat dus over dat we het zelf gaan doen. Dus wat nu allemaal, alles is uit handen. We gaan decentraal en iedereen gaat gewoon. Dus energie gaan we zelf een eigen energie opwekken. Wat Tim vertelt. Ja, dit is echt, wordt echt mijn Waterman. Allemaal. Ja. Mooi. Tim, terug naar jou. Nog 2 minuten. Belangrijk bij crypto is dat je het op de voet opvolgt. Dus wij doen dat wekelijks ook op YouTube, op zondagavond om 8 uur, een analyse van de markt. Omdat het gewoon heel belangrijk is dat mensen het macroplaatje blijven zien. Ik zie dat mensen ook zeggen, Solana is veel goedkoper dan Ethereum. Nu, ik zit al in Solana sinds $8. Ik ben uitgeschaald op $200 en ik heb nu terug opgekocht in rond de $18. Dus ik weet dat Solana goed is. Is ook het grootste onderdeel van onze portfolio. Die Bitcoin heeft geoutperformed. Een van de enige assets, als we gaan kijken op jaarbasis. We hebben ongeveer een 900% stijging gezien op Solana. Dus ik weet wat Solana kan. Maar Ethereum heeft zijn denken upgrade gehad, waardoor de transactiefees met 99% zijn gedaald. En waardoor eigenlijk andere projecten ook meer ruimte gaan krijgen om terug richting Ethereum te gaan. Dus dat wordt een zeer zware concurrent voor Solana, want Ethereum zit met het first mover voordeel. En die bestaat al langer. Dus dat Lindy effect, dat heeft Ethereum allemaal al doorstaan. Dus een BlackRock gaat eerder daar verkiezen dan een Solana die zich nog moet bewijzen. Zo simpel is het. Tim, nog één vraag? Ja. Je hebt zoveel... Nee, er is geen tijd meer voor vragen. We zitten in de laatste minuut. Je hebt zoveel kennis, info, jargon ook. Er zijn mensen die zeggen, ik kan niet mee. Wil jij voor de volgende editie, Tim, al eens een overzicht maken van jargon? Van dingen die de meeste mensen niet begrijpen? Ik denk dat dat een eerste mooie worp zou zijn. En dan zou ik voor de rest gewoon iedereen willen bedanken voor de aanwezigheid. We zijn uiteindelijk op het hoogtepunt met 740 mensen geweest. Op 1000 ingeschrevenen. Dat is heel mooi. Inzichten.com is de website van Manuela. Tradepremium.be is de website van Tim. Bij Safe Capital zijn jullie ook altijd welkom. En wie nog meer inzichten wil, die volgt de livestream op 20 april. Die je met de code inzichten of inzicht voor €40 goedkoper kunt krijgen. En voilà, Peter, dankjewel ook voor jouw tijd en de tijdsmanagement. En wij gaan afsluiten. Dankjewel, tot de volgende keer. Tot de volgende.